namens de vijf gezamenlijke parochies. Mijn collega's zitten ook voor in de kerk. Heet ik u welkom tijdens deze installatieviering van ons pastorale team, van ons nieuwe pastorale team. Theo heeft verantwoordelijkheid voor vijf parochies, zes kerken. Die hebben we maar gevisualiseerd, hieronder staat het ook. Ik geef ze allemaal in jouw handen. Niet om er vanaf te zijn, maar vooral om het samen te doen. En ik vertrouw erop dat jouw taak en onze gezamenlijkheid, dat we daar een mooie toekomst van maken. En ik mag de komende periode de voorzitter van uw nieuwe federatie Oostland zijn. Als federatie gaan we streven naar het zoveel mogelijk in stand houden van de eigen identiteit van de vijf parochies. De federatie zal trachten de randvoorwaarden hiervoor te gaan scheppen. Samenwerking geboden, dat klinkt zo streng, misschien een beetje negatief. Ik zou vanaf deze plaats liever willen zeggen, samenwerking van harte. Een enthousiast en sterk pastoraal team die de toekomst mijn inziens aankan. Ik wens alle parochianen, vrijwilligers, bestuurders en pastoren, alsmede alle betaalde krachten, ongelooflijk veel succes in de komende periode. Dank u wel. Een bijzondere avond, een bijzondere viering toch, met u allen als afvaardigingen van de verschillende geloofsgemeenschappen van het nieuwe cluster wat uiteindelijk ooit zal worden opgericht. Afvaardigingen van geloofsgemeenschappen, van kerken, van parochies. En zo willen we vanavond toch samen vieren. Dat we er samen aan gaan staan, samen aan zullen werken om het evangelie, het geloof in Jezus Christus, ook hier in deze omgeving levend te houden. We zijn hier bij elkaar in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Korte toespraak van de Deventerstaat. Ze hebben het alvast ingedekt, maar ik ken het niet. Ik zal het proberen. Het is niet mijn sterkste kant. Maar dat er iets moet gebeuren, dat het niet allemaal kan blijven zoals het is, dat mag duidelijk zijn. Samenwerking. Samenwerking, daartoe worden wij uitgenodigd. En zelfs dat valt niet altijd mee. En daarvoor wens ik ook de pastoren, die vanavond hier worden gezonden en aangesteld, heel veel zegen en bijzet toe, samen met de besturen en al die anderen die zich van harte en met grote liefde inzetten voor de geloofsgemeenschap. Ik wens u heel veel zegen toe, een mooie en een fijne toekomst. Laat die kerk leven, laat er iets van zien dat u het de moeite waard vindt. En tot nu toe is dat op al die plekken zeker gebleken. Laat uw handen ineens slaan en proberen er samen iets van te maken. Ik wil graag overgaan tot de lezing van de benoemingsbrieven van de pastoren, van een aantal pastoren, zeker van pastoor Kuipers. Het verheugt mij u met ingang van 1 januari 2010 te benoemen tot pastoor van de parochies Heilige Johannes de Doper te Pijnakker, Heilige Bartholomeus de Noodorf, Onze Lieve Vrouw Visitatie te Blijswijk, Onze Lieve Vrouw Geboorte te Berkel en Roderijs en Sint-Willibrord te Bergzoek. Ja, beste mensen, zo zijn de benoemingsbrieven en zo staat het team hier voor u. Met ieder met hun eigen charisma en hun eigen achtergronden. En ik wil eigenlijk vragen, het pastorale team, en eigenlijk ook als eerste aan pastoor Kuipers, of jullie deze pastorale opdracht van de bisschop in de parochiefederatie Oostland, of jullie die willen aanvaarden. Ik wil deze benoeming van harte aanvaarden. In de profielschets voor mijn functie als moderator van het pastorale team vroegen de vijf kerkbesturen een schaap met zes poten. Niet vijf, maar zes. Nou, dat ben ik niet. Maar als we Christus zien als de eigenlijke moderator, het Lam Gods, dan tellen we al vier poten. Ik wil mijn twee benen graag in zijn dienst stellen. En zo komen we toch aan de schaap met zes poten. Ik zie als mijn eerste taak een goede samenwerking op te bouwen in het pastorale team en tussen de parochies.
Aan deze samenwerking is een intensief jaar van vergaderingen en informatiebijeenkomsten voorafgegaan. Om dit symbolisch zichtbaar te maken, wordt de vaas en de krans met 5 kaarsen in elkaar geplaatst. Samen kerk zijn is alleen mogelijk met Gods hulp. Daar wordt in het midden van de lichtcirkel 1 grote kaars geplaatst, die met het licht van de paaskaars zal worden aangestoken, om zichtbaar te maken dat Gods licht zich in het hart van onze gemeenschap bevindt. De start van Federatie Oostland kun je ook zien als een levensboom. Een levensboom die het verleden, heden en toekomst weergeeft. De wortels liggen in het verleden, de stam staat in het heden en de takken strekken zich uit tot in de toekomst. Dankzij de wortels kunnen wij leven, kunnen wij ons voeden aan de bron, kunnen wij het geloofsleven aan elkaar doorgeven. De stam die staat voor 1 federatie. Door het delen van elkaars enthousiasme en geloof vormen we een dikke stam. Samen 1 federatie Oostland. Onze 5 parochies zijn als takken aan een boom. 5 parochies die elk hun eigen eigenheid mogen behouden. De takken symboliseren het nieuwe begin, onze toekomst. Met de kracht van de Heilige Geest en onze constructieve manier van samenwerken kunnen we met elkaar een prachtige, stevige levensboom vormen. Een levensboom die Federatie Oostland heet. Mogen God ons vervullen met zijn vruchtbare geest. Mogen Hij ons helpen bij de vorming van zo'n hechte gemeenschap. Dat vragen wij in Jezus. De vicevoorzitters worden gevraagd om zo dadelijk zo'n attribuut aan te reiken. Voorzitter, voordat zij het attribuut aanreiken, wil ik ze ook vragen om de kerk symbolisch aan de levensboom te verbinden. Dank u.
Heer zal bij u zijn. Zegenen en voor u allen de Almachtige en de God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ga dan heen in vrede. Amen.